Dat is lekker, minuutjes maken tegen Beşiktaş. Ja, zeker lekker. Ik wist dat al voor trainingskamp, in ieder geval dat ik 45 zou spelen. En Tim die had wat last van zijn lies, dus kreeg te horen dat ik 90 kon pakken. Dus niet verkeerd, geen slechte wedstrijd. Zou je dan even te kijken naar welke grote jongens er meedoen? Ja, tuurlijk wel. Ik moet zeggen, ik heb wel vaker tegen grote clubs gespeeld, tegen echt grote jongens. Maar als je dit elftal ziet, ze zijn niet voor niets nog in de Champions League. Zeker de tweede helft, als je ziet dat ze even gaan gas geven, dan ben je wel onder indruk. Sta je dan ook te genieten? Ja, ik kan bij Vlagen wel genieten van hun spel. Maar ik wil ook ons team gewoon een compliment geven. Ik denk dat wij 70 minuten fantastisch stand hebben gehouden en bij Vlagen ook het spel hebben gemaakt. Alleen ja, zij hebben ook kwaliteit dat ze dodelijk kunnen zijn en zeker in de counter echt levensgevaarlijk kunnen zijn. Ja, en dan komt er zo'n penalty en dan ga je er staan. Ik stond 2 meter achter je. Je had hem lekker, hè? Ja, hij schoot hem op zich best wel hard in. Alleen ja, ik was zo'n beetje mindgames met hem aan het spelen. Een beetje... Doe je dat? Nou ja, ik weet van dit soort spelers, die schieten vaak graag over hun standbeen. En ik ging bewust al een klein stapje in de andere hoek staan. Dat misschien toch onbewust dat hij denkt, hey, die linkerhoek is open. Je weet nooit hoe dat gaat. En ja, veel bewegen in de ogen aankijken. En toen ging ik vol voor de linker en gelukkig schoot hij hem tegen me aan. Welk gevoel heb je dan? Ik altijd een beetje een... een gevoel alsof er niks meer fout kan gaan. Ja goed, op zich als het twee... Ja, daar heb je hem. Dat zijn mooie beelden. Ja nee goed, dan voel je je machtig. Dan zit je zo lekker in de wedstrijd. Het is natuurlijk vrij snel die penalty in de wedstrijd. En dan groei je natuurlijk langzaam in de wedstrijd. Voor jou ook een moment om je visitekaartje af te geven. Want we kennen je natuurlijk al een tijdje. We hebben je een paar keer gezien bij Jong. Maar nu mag je in het eerste. Ja klopt. Ja ik ben op de goede weg denk ik. En door zo'n wedstrijd kan je dat ook aan de mensen laten zien die... een wedstrijd is toch altijd anders dan een training. En voor mij is het gewoon heel belangrijk dat ik waar dan ook mijn minuutjes pak. Dat het nu in het eerste mag zijn is natuurlijk heel mooi. En ik denk dat ik niet meer dan dit kan doen. Knijter aan het werken. Geniet ervan. Gaat goed komen, dankjewel.